Welkom bij een nieuwe lifehack video van Doe Het Zelf Ideeën. Deze keer bekijken we rietjes nummer 1. Je kan ervoor zorgen dat kettingen niet meer in de knoop raken door een stuk ervan in een rietje te steken. Je haalt dus de ene kant door een rietje, dan maak je de ketting dicht en zo raakt er niks meer in de knoop. Nummer 2. Van een rietje en een draad kan je een heel erg eenvoudig kader maken. Ik neem een sticker en een rietje, dan knip ik het rietje bij. Dan knip ik het rietje ook in. En dan schuif ik de afbeelding in het rietje. Zo. De sticker of afbeelding blijft er zo in vastzitten. En doe je hetzelfde met een rietje aan de bovenkant. Dat knip je opnieuw open. En daar haal je de draad door. Kijk of de draad lang genoeg is. Knip hem af. Knoop hem toe. Dan steek je dit rietje op de bovenkant van de afbeelding en dan kan je hem zo ophangen. Zo. Je kan hem dan bijvoorbeeld aan een prikbord hangen. Nummer 3. Met behulp van een tang, een aansteker en een schaar kan je van een rietje een portie van één verpakking van bijvoorbeeld douchegel maken. Je neemt de tang en daarmee druk je één uiteinde van het rietje dicht. Dan houd je de aansteker er tegen, laat je het rietje smelten. En heb je het dichtgebrand. Je knipt het rietje op maat. En doet het product erin. Dat hoeft geen douchegel te zijn. Je kan eigenlijk alles wat vloeibaar is in zo'n rietje doen. Zo. Je ziet er zo in zitten. Het rietje is ongeveer tot daar gevuld. Een goede portie. Ik knip er nog wat bij. Druk nu het andere uiteinde dicht. En ga ook dat smelten met de aansteker. Nog een keer.
Nu zijn beide uiteinden dicht. Heb je een klein pakje, klein pakketje. Je kan er nog iets opschrijven, wat erin zit misschien, zodat je het niet vergeet. Heel schattig en handig. Je kan het dan open doen met een schaar. Of de bovenkant open prutsen, dat gaat ook. Voor een korte reis, heel handig. Nummer 4. Je kan ook heel schattige hartjes knippen uit een rietje. Je knipt eerst rond. Dat doe je dan wat lager nog een keer. Dan ziet het er zo uit. Je ziet er al een hartje in. Druk het plat. Knip dan de lange zijde in. En heb je een hartjeschijvertje. Nummer 5. Je kan heel makkelijk raketten maken met plakband, een rietje en een blaadje papier. Dat moet geen vierkant blaadje zijn. Wanneer je dan in het rietje blaast, dan vertrekt die raket. Vliegt die weg. Heel leuk spelletje. Zeker als het buiten regent, dan weten kinderen binnen meteen wat te doen. Dus dan rol je het blaadje rond het rietje. Het rietje moet nog kunnen bewegen. Maak het papierrolletje dicht met plakband. En sla het om aan de bovenkant. Plak dat ook vast. En dan kan je verder je raket nog decoreren natuurlijk. Je kan er een diertje van maken. Dat dan gaat vliegen. Met oogjes bijvoorbeeld. Wanneer je dan blaast, dan vliegt je raket weg. Ik ga het nog een keertje doen. Heel leuk spelletje. Je kan er ook mee op elkaar schieten, want het doet helemaal geen pijn. Je gaat hier niet pijn aan doen. Dat was nummer 5. Ik hoop dat jullie het leuke ideeën vonden. Geef me een thumbs up als dat het geval was. Hebben jullie een van de projecten uitgeprobeerd? Laat het dan weten bij de reacties. Bekijk ook de andere lifehack video's op het kanaal. Er zijn er nog een paar. Vergeet je niet te abonneren. Je kan ook video's delen met vrienden, want knutselen met twee is veel leuker dan alleen. En dan hoop ik jullie terug te zien bij een volgende video van Do It Self Ideeën.